om scherp te kunnen zien moet je ooglens kunnen vervormen. En dat noem je accommoderen. En dat heeft te maken met het feit dat als je iets bekijkt dat dichtbij staat, dat de lichtstralen die daar vandaan komen, eigenlijk in verhouding in een hele schuine hoek je oog binnenkomen. Hè. Dit is iets wat dichtbij staat. Hier zie je iets wat je bekijkt wat verder weg staat. En je ziet dat de lichtstralen ja, hier eigenlijk veel evenwijdiger het oog binnenkomen. Nou, omdat die lichtstralen onder een andere hoek binnenkomen, moet je ooglens van vorm kunnen veranderen, want daarmee verander je de manier van het afbuigen. Want uiteindelijk wil je dat twee lichtstralen die vanuit hetzelfde punt vertrekken, hè, deze twee lichtstralen vertrekken uit hetzelfde punt, die wil je allebei op dezelfde plek op je netvlies krijgen. Want dan krijg je een scherp beeld daar. Nou, als iets dichtbij staat, heb je daarvoor een hele bolle lens nodig, want een bolle lens kan lichtstralen heel sterk afbuigen. Dat zie je hier gebeuren. De lichtstralen komen de ooglens in, de lichtstralen worden afgebogen. Die bovenste lichtstraal hier wordt afgebogen, die onderste lichtstraal wordt ook afgebogen. En dat gebeurt zodanig dat die lichtstralen exact op dezelfde plek op het netvlies komen. En in dit geval op de gele vlek natuurlijk, want daarmee kan je ook nog eens het beste kleuren zien. Nou, om dat vervormen te laten plaatsvinden, is er een systeem van een kringspier. Die kringspier die heet het straallichaam. Het straallichaam is daar getekend. Je ziet het in die tekeningen daarnaast ook. Dat straallichaam zit met behulp van lensbandjes, die zijn hier geel. Zit die vast aan de ooglens. Nou, die ooglens die heeft van zichzelf een hele bolle vorm. Dus op het moment dat je dichtbij wil kijken, dan wil je eigenlijk dat die lens niet vervormt en dat die in zijn eigen vorm komt. Dat kan, want de kringspier, hè, dat straallichaam, dat is een kringspier. En als die kringspier is samengetrokken, dan wordt de opening in de kringspier zo klein mogelijk. En als die opening zo klein mogelijk is, dan zullen die lensbandjes niet hard trekken aan de ooglens, met als gevolg dat die ooglens in zijn eigen vorm gaat. En daarmee is die niet zo hoog, is niet zo uitgerekt, maar dan is die bol. Nou, en als die bol is, worden de lichtstralen veel afgebogen. Op het moment dat je iets bekijkt wat verder weg staat, dan komen die lichtstralen veel minder schuin ten opzichte van elkaar je oog in. Dan heb je een platte lens nodig. Nou, zo'n platte lens krijg je door aan beide kanten aan die lens te gaan trekken. Of ja, zowel boven als onder, maar ook links als rechts. Dus eigenlijk moet je aan alle kanten natuurlijk aan die lens trekken. Nou, hoe doe je dat? Het straallichaam, dat gaat zich nou juist ontspannen. Dus het vreemde is, dat als je aan de lens wilt trekken, dat de spier die het geheel regelt, juist ontspannen is. En als die spier ontspannen is, dan is die... de opening aan de binnenkant van die kringspier, hier, die is groter geworden. Nou, als die groter wordt, dan trek je die lensbandjes strak. Daarmee gaan die lensbandjes aan de ooglens trekken. En trek je die ooglens aan alle kanten naar buiten. En als je hem alle kanten naar buiten trekt, dan wordt die ooglens langer. En daarmee wordt die minder bol, wordt die juist platter. En een platte lens buigt de lichtstralen wat minder af. Nou, dat is nodig, omdat het... licht van ver komt en het minder schuin je oog binnenkomt. Dus als je het wat minder ver afbuigt, dan komt het alsnog precies samen op je netvlies. En daarmee heb je een scherp beeld. Sommige mensen dragen een bril. En die bril die heb je nodig op het moment dat je eigen ooglens er niet voor zorgt dat je in alle gevallen een scherp beeld op je netvlies krijgt. Op het moment dat iemand... verziend is, dat betekent het dat hij veraf wel goed kan zien, dat zijn beeld dan wel scherp is, maar dat als iets dichtbij staat, dat zijn ooglens er dan niet voor kan zorgen dat het beeld scherp wordt. En wat er dan aan de hand is, is dat eigenlijk die ooglens niet bol genoeg kan worden, waardoor de lichtstralen niet genoeg worden afgebogen. En het gevolg daarvan, bij zo'n verziende persoon, die lichtstralen die komen het oog binnen en die lichtstralen die worden niet scherp genoeg afgebogen, met als gevolg dat ze samenkomen ergens achter het netvlies. En dat betekent dat op het netvlies, daar en daar, de lichtstralen die vanuit hetzelfde punt zijn gekomen oorspronkelijk, dat die niet samen op het netvlies komen, maar op twee verschillende plekken. En daar wordt je beeld wazig van. Nou, de oplossing daarvan
is dat je je ooglens een beetje helpt met het scherper afbuigen van die lichtstralen. En dan dragen mensen een plusbril. En wat je hier ziet gebeuren, is dat die lichtstralen, die komen eerst door de brillenglazen heen. Die brillenglazen, die buigen de lichtstralen alvast een klein beetje af, waardoor de ooglens die lichtstralen niet zoveel meer hoeft af te buigen. En nou ja, die bril is natuurlijk zo gemaakt dat je ooglens nog zoveel moet afbuigen als dat die nog net kan. Met als gevolg dat die ooglens het nu wel voor elkaar krijgt dat de lichtstralen samen op het netvlies komen. En dan krijg je dus gewoon een scherp beeld. Nou, iemand die dichtbij wel goed kan zien, maar juist veraf niet, die heeft een probleem met het platter maken van de ooglens. Ja, dus die ooglens die blijft eigenlijk een beetje te bol. Ja, die lichtstralen die komen vanuit de verte. Ze komen in die ooglens en als die ooglens te bol is, worden die lichtstralen te scherp afgebogen. En met als gevolg dat die lichtstralen samenkomen hier voor het netvlies. Maar ja, die lichtstralen gaan natuurlijk verder. En als ik ze verder teken, dan betekent dat deze lichtstraal daar terecht komt, die lichtstraal daar terecht komt. En dan komen die lichtstralen dus ook niet samen op het netvlies. En ook dan is het beeld wazig. Nou, hier is de oplossing een bril met een ander soort glas. Met een holle lens. En bij die holle lens, dat noem je een minbril. En die minbril doet het volgende. Die lichtstralen die komen in het brillenglas. Het brillenglas zorgt ervoor dat die lichtstralen juist naar buiten worden afgebogen. Met als gevolg dat die ooglens die eigenlijk te sterk afbuigt, nu sterk moet afbuigen om die lichtstralen samen te krijgen op het netvlies. Nou, dat doet hij dus ook. En die lichtstralen die komen prima samen op het netvlies. Oftewel, als je ver weg wel goed ziet, maar juist dichtbij niet, dan kan je lens niet bol genoeg worden. Lichtstralen worden niet ver genoeg afgebogen. Je helpt met het naar binnen buigen van die lichtstralen door er een positieve lens voor te zetten, een plusbril. En als de lichtstralen juist te veel worden afgebogen, waardoor het scherpe beeld voor je netvlies ontstaat, dan heb je een minbril nodig. En dat hebben mensen die dichtbij wel goed kunnen zien, maar ver weg niet. En die mensen noem je bijziend. En die minbril die zorgt ervoor dat het beeld weer netjes op het netvlies komt. En niet ervoor.